Dan woon je al in Groningen, dan heb je last van aardbevingen, ook nog op het armste plekje van Nederland. Ook dat nog. We zijn in... In Appingedam. In het armste gebied van Nederland. Ja, ook hier wonen rijken uiteraard. Maar vooral armen. Percentage armen, dat is, heeft heel overhand. Ja. Ja, de mensen hebben hier geen werk. Nee, geen werk. De werkloosheid is erg hoog. De mensen zitten hier liever op de bank? Nou, dat is een beetje... Ja, dat zou je dan wel denken, ja. Het komt overal voor. Je hebt overal mensen die willen gewoon niet. Nou, en je moet je afvragen... Maar in Appingedam heb je er net wat meer? Ja, daar komt eigenlijk een beetje op neer. Ja, dus er is hier geen werk, er zijn hier aardbevingen en het volk heeft geen geld. Nou, verschrikkelijk wonen hier. Ja, geen werk is al erg. Als je dan ook nog het facet aardbevingen daarbij pakt. En dan woon je ook nog in Groningen? Dan zit je s'avonds op de bank, weet je wel, diezelfde bank waar jij net over had. Dan zit je met je vrouw te praten. En dan kom je helemaal in een negatieve spiraal terecht. Het onderzoek blijkt, u woont in het armste gebied van Nederland. Ja, dat heb ik gehoord, ja. Wat zegt u? Dat heb ik gehoord. Heurt? Ja, heurt, ja. Verschrikkelijk. Ja. Ja, u vindt het erg? Ja, ik vind het erg. Ja, waarom? Er komt nog meer. Het wordt nog erger? Het wordt nog wel erger, ja. Ik dacht, zoals ik om me heen keek, het kan niet veel erger, maar... Oh ja, nog wel hoor. U woont in het armste gedeelte van Nederland. Wat? Nee. Sorry? Weet ik niet. Ja, ik zeg het u nu. Ja, nee, ik zeg het nu ook. Weet ik niet. Wat vindt u ervan dat u in het armste gedeelte van Nederland woont? Gewoon. Ik ben het wel gewend. Wat kut zeg. Nee. Is mooi. Ja. Ja, wat wil je er aan doen, hè? Sorry? Wat wil je er aan doen, hè? Nou ja, wat willen jullie eraan doen? Ja, ik dacht dat we al genoeg hebben met elkaar, of niet? Kan toch niet anders? Wat willen wij daar aan doen, hè? Aan het werk? Dan zijn jullie minder arm. Ja. Dat is geen optie. Ja, denk het niet. Hoe vindt het dan dat u tussen de armoedzaaiers woont? Ik voel me er goed bij. Ja, waarom? Ja, ik bedoel, een stukje leven zoals het leven is. Dat is heel leuk. Dat is heel leuk? Ja. Dan woon je al in Groningen, dan heb je last van aardbevingen en ook nog op het armste plekje van Nederland. Ook dat nog. Vindt u het leven nog wel leuk? Maar ja, soms dan denk je wel eens, ja, waar houdt het op? Hè? Ja, als je dood bent. Ja, dan verneem je niet meer. Maar ja, je kinderen en kleinkinderen zitten er wel mee.